Mijn naam is Wouter Stoop. Samen met mijn vader en mijn broertje zijn we MTS Stoop. Wij hebben 260.000 vleeskuikens en een akkerbouwbedrijf. Ik ben Jan Zwinkels van Allround Reiniging Zwinkels Magestel. En wij reinigen vooral pluimveestallen. Ik vind het van belang dat we schone drinklijnen en schone voerpannen hebben. Omdat de kip direct met de voerpannen en drinklijnen in aanraking komt. En zo heel makkelijk bacteriën en schimmels binnenkrijgt. Dat is niet goed om de kip zo gezond mogelijk op te laten groeien. Schone stal is belangrijk voor de groei van de kippen en de gezondheid van de kippen. Zeker qua salmonella en coccidiose, dus voor een goede technische resultaten en een gezond stukje vlees. Het probleem met het fysieke schoonmaken is als je bij elkaar, het werk bij elkaar komt, op meerdere adressen tegelijk moet werken en dan te weinig goed personeel hebt. We hebben gekozen voor het geautomatiseerd schoonmaken omdat het fysieke arbeid heel veel verlicht. En als we minder personeel hebben, kunnen we toch die uren goed maken of inlopen, omdat het sneller gaat. Het gebruik van de MSA cleaner moet je even aan wennen. Maar als je er handigheid in krijgt en ook de jongens die er omheen lopen weten wat ze moeten doen, dan is het, werkt het perfect. Ik zie het verschil vooral in de onderkant van de drinklijnen, omdat je met de AV cleaner langzaam rijdt en daardoor meer tijd hebt om de onderkant goed te doen. Als je het handmatig doet, dan wordt er vaak nog wel hard langs afgelopen en dan is het minder, kwalitatief minder als met de AV-cleaner. Je moet het rustig doen. Je moet zorgen dat de AV-cleaner op de goede hoogte staat en de pannen goed naspoelen. En als je dat in de vingers hebt, dan komt dat goed. Is het de investering waard? Als je er genoeg werk voor hebt, is het zeker de moeite waard. Het is arbeidverlichtend en het geeft wat tijdwinst. Ik zou hem zeker aanraden, want fysiek minder belastend, betere kwaliteit en een groter werkplezier.